Goedenavond. Bij mij zit voorzitter van toneelgroep Streven, Bert Daams, en regisseur Jos Dom. Goedendag beiden. Goedendag, Dirk. Jos, een nieuw toneelstuk. Welk juist? Het stuk heet Dame op bezoek. En dat is een bewerking van... Het bezoek van de oude bezoek dame. Van de oude dame. De bezoek van de oude dame van Friedrich Doremat. Bert, jullie bestaan al hoe lang juist, toneelgroep Streven? Ik denk dat wij nu naar de 78 jaar gaan, dus dat we naar de 80 jaar afstevenen. We hebben een tijdje geleden ons 75-jarig bestaan uitgesteld moeten vieren, omdat corona daar een stokje had voorgestoken. Maar wij gaan al heel wat jaren mee. Ja. Jullie spelen dit stuk met een andere toneelgroep. Dat was niet evident, denk ik, of... Ja, het is een samenwerking tussen toneelgroep Streven en toneellabo Arlecchino. Ja. En het leuke is voor mij... Ik ben eigenlijk gevraagd door Bert, denk ik, omdat ik de beide gezelschappen goed ken. Omdat in de loop der jaren, ik heb al 10-15 jaar geleden, heb ik heel veel producties met Arlecchino gemaakt. De laatste jaren meer met Streven. En nu komen die twee gezelschappen samen. En die samenwerking is geweldig, vind ik. Bert, jij speelt ook mee in het stuk, heb ik mij horen vertellen. En, wie speel jij juist? Ja. Voor alle duidelijkheid, dit is niet mijn normale plunje dus. Ik speel de bankdirecteur. En de bankdirecteur is een van de bewoners van het dorpje. Het stadje waar alle problemen of waar het hele stuk zich afwikkelt. En, de bankdirecteur speelt een redelijk cruciale rol. Ja, het wordt op een lijf geschreven, denk ik. Als bank, denk ik. Plaats genoeg op dat lijf alleszins. Ja, dus het is erop geschreven. Jos, met hoeveel staan jullie op het podium? Dat heb ik eigenlijk niet geteld. Ik denk 18, 20... Ik denk dat als je de muzikant meetelt, dat we aan 18 komen, voilà, denk ja, ik. Zoiets, ja. Jij bent ook niet aan je proefstuk toe. Wat heb je nog geregistreerd? Geregisseerd heb ik hier bij Streven. Vorig jaar No Way Today. Maar Scapino heb ik hier ook gemaakt. En nog iets van... Nooit, tot... Ja, tot no- nee. Nee, Om Nooit te Vergeten. Om Nooit te Vergeten, van sorry. Van Ellen Eggborn. Ja. Ja. Eggborn, ja. En ze stonden nog regis op de planning? Voor mezelf ondertussen wel. Ik ben met drie andere projecten bezig ondertussen. Dus ik ben nog niet van plan om meteen te stoppen. Nee. Bert, wanneer gaat het stuk in première en hoe lang wordt Dame op bezoek opgevoerd? Het stuk gaat, we zijn nu voor de generale, dus dat is donderdag. Dat wil zeggen dat wij morgen op 17 mei, dat is een vrijdag, in première gaan. Wij spelen het eerste weekend vrijdag en zaterdag. En dan volgende week spelen wij nog op donderdag, vrijdag en zaterdagavond. En de zondag, dat is de 26e als ik me niet vergis, is er een matinévoorstelling die om 3 uur start. Okay. En op welke manier kunnen de mensen aan kaarten nog raken? Heel eenvoudig, je gaat ofwel naar de site van Streven, streven.be, of je gaat naar de site van Arlecchino, arlecchinolier.be. En daar staan alle buttons klaar om u wegwijs te maken hoe je tickets kan kopen. We hebben het er juist al in het vorige gesprek over gehad. Jullie hebben het, ik heb mij laten vertellen dat het einde speciaal is. Klopt dat? Ik ga dat niet ontkennen, nog bevestigen, maar als mensen daarin geïnteresseerd zijn, ik kan daar geen uitspraken over doen, moeten ze gewoon kaartjes kopen. Maar het belooft spectaculair te worden. Wow. Spectaculair is een groot woord. Het is, maar het toont wel hoe... het is een stuk dat vertelt over hoe hypocriet mensen soms kunnen zijn. Daar gaat het eigenlijk over. Maar we hebben dat proberen te verpakken in een ludieke folie. Lichte toon, ja. Een hele lichte toon, hoop ik. Ja. Bert en Jos, hartelijk dank voor dit interview en veel succes even met de generale repetitie. Dank u wel, Dirk. Het is niet mogelijk, zo'n vraag. Het is
De jeugd is de toekomst. Ja, ja. Zo'n kinderkoor. Hartverterend. Hartverterend. Zegt men dat zo? Ja, pastoors zeggen dat zo. Ja. Bon, in ieder geval, dames en heren, iedereen weet wat hem of haar te doen staat. U heeft aan de noodrem getrokken? Ik trek altijd aan de noodrem. Maar dat mag niet. U mag niet zomaar aan de noodrem trekken. Aan de noodrem wordt alleen getrokken in geval van nood. De stipte naleving van de dienstregeling is van primordiaal belang voor het land. Mevrouw Zakanassian, mevrouw Zakanassian, ik kan niet geloven hoe blij ik ben, hoe blij wij allemaal zijn om u vandaag weer te mogen verwelkomen.